Goedenavond. De hulp van de NAVO-bondgenoten aan de Amerikaanse strijdmacht in de Golf krijgt langzaam maar zeker vorm. Ook West-Duitsland zal de Amerikanen steunen. Niet met manschappen, maar met geld. 3,3 miljard D-mark. Die toezegging werd gedaan door bondskanselier Kohl. Hij had vanavond een gesprek met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, James Baker. Baker en Kohl hadden een gesprek van 2 uur over de golfcrisis en de West-Duitse steun. Dat was in de woning van Kohl in Ludwigshaven. De Amerikanen hadden de Bondsrepubliek als rijkste Europese bondgenoot al verschillende keren verzocht om een bijdrage. Een deel van de ruim 3 miljard mark aan hulp die nu gegeven wordt, is in de vorm van verbindingsapparatuur, generatoren en waterreservoirs. De Bondsrepubliek zal in geen geval troepen naar de Golf sturen. De West-Duitse grondwet verbiedt de inzet van troepen buiten het NAVO-gebied. De Franse regering stuurt wel troepen naar de Golf. Dat werd vandaag besloten tijdens extra kabinetsberaad. En president Mitterrand heeft zojuist om een spoedzitting van de Veiligheidsraad gevraagd in verband met de actie van Iraakse soldaten die gisteren de Franse ambassade in Kuwait binnendrongen. Ook zal Frankrijk een aantal Iraakse militaire attachés, instructeurs en veiligheidsagenten uitwijzen. Irak beloofde vanavond met een soortgelijke tegenmaatregel te komen. De Britse regering, die gisteren besloot militairen naar Saoedi-Arabië over te brengen, presenteerde de legereenheden vandaag aan de pers. Premier Thatcher koos de 7e brigade, die nu in West-Duitsland is gelegerd, om de Amerikaanse troepen bij te staan. De brigade kreeg in de Tweede Wereldoorlog de bijnaam de Woestijnratten en bestaat uit 6000 soldaten. Hun belangrijkste wapen is de Challenger tank, 120 in totaal, die als superieur wordt gezien aan de Iraakse tanks. Tot de wapens van de brigade behoren ook panzerwagens, luchtafweerraketten en anti-tank helikopters. En dan heb ik nog een laatste bericht. Zojuist komt uit Kuwait het bericht dat Iraakse bezettingstroepen de grenzen hebben geopend met Saoedi-Arabië en de bevolking aanmoedigen naar Saoedi-Arabië te vertrekken. Honderden mensen uit Kuwait zijn de grens inmiddels al over, zo melden vluchtelingen en de grenspolitie. En de 37 Nederlanders in Kuwait zijn nog niet op weg naar Bagdad. Buitenlandse Zaken melden vanavond dat wordt gewerkt aan de samenstelling van een konvooi. Minister Van den Broek heeft opnieuw een beroep gedaan op de Nederlanders in Kuwait om naar Bagdad te vertrekken. Ondertussen zijn burgertechnici van de Rijkswerf uit Den Helder in Dubai begonnen aan de reparatie van de Witte de Wit. En verslaggever Peter van der Maat was erbij. Na ruim 14.000 kilometer en 26 dagen varen loopt het fregat Witte de Wit de haven Jebel Ali in Dubai binnen. Op de kade de groep van 22 technici die de defecte motoren gaat vervangen. Vlak na de Witte de Wit meert ook de Pieter Floris af, wat met een klein schoonheidsfoutje gepaard gaat. De technici die vannacht zijn aangekomen en nog nauwelijks de tijd hebben gehad om te acclimatiseren, bespreken met de technische staf van het fregat hoe de operatie moet worden aangepakt. Met foto's wordt duidelijk gemaakt hoe de nieuwe turbines aan boord zullen worden gehesen. Op dat moment komen deze uit Nederland overgevlogen motoren net aan op de kade. Zij moeten op de plaats komen van de defecte turbines. De een heeft een smeerolieprobleem, de ander trilt buitensporig. Het is hier in de machinekamer van de Witte de Wit een kleine 50 graden. En bij die temperatuur moeten de technici deze turbine vervangen. Dat zijn ze absoluut niet gewend. Ze kunnen de operatie wel aan, maar om het onder deze omstandigheden te doen, dat is erg moeilijk. En het is dus ook onbekend hoe lang ze erover zullen doen. De technici verspelen geen minuut. Ze gaan meteen aan de slag. Door de defecten aan de turbines was de Witte de Wit niet meer in staat om de topsnelheid, zo'n 60 km per uur, te halen. Maar voor het uitvoeren van de controlefunctie in de straat van Hormuz was dat geen probleem. De Witte de Wit en de Pieter Floris hebben de afgelopen week aan 24 schepen gevraagd wat hun bestemming en wat hun lading was. Wat interessant is natuurlijk het aantal wat je niet vertrouwde. Nou, dat is in ons geval met een schip of 4 voorgekomen. Maar die waren van tevoren al gecontroleerd door anderen. En als het verhaal consistent is, dan hoef ik het niet nog een keer te doen. Vindt u een bijdrage al kunnen leveren aan de veiligheid hier in de Golf? Ik denk zeker dat we een bijdrage hebben geleverd. Alleen al door ons zijn hier en het laten merken aan de koopvaardij dat ze gecontroleerd worden. Dat we zelf op zichzelf nog niet aan boord van een schip zijn gegaan om uit te zoeken of wat ze vertellen ook allemaal wel zo is. Dat zit me niet dwars. De volgende keer dat de fregatten voor een rustpauze in Dubai afmeren, dat is op 30 september, zal defensieminister Terbeek hen opwachten. Waar de bemanningsleden nu naar hadden uitgekeken was de post. En daarvan zijn er zakken vol. Een aantal opvarenden gaat meteen van boord om te passagieren in het luxueuze Dubai.
Een enkeling kiest voor een andere vorm van vermaak, alsof het nog niet heet genoeg is. En in Jordanië lijkt de grootste ellende voor de vluchtelingen te zijn geleden. De kampen zijn beter georganiseerd en worden nu ook leger. Sinds de Iraakse invasie van Kuwait op 2 augustus zijn zeker 400.000 mensen naar Jordanië gevlucht. Vooral Egyptenaren en Aziaten. Daarvan zijn er nog 35.000 in de kampen. Boten varen af en aan, maar ook de luchtbrug is op gang gekomen. De afgelopen 2 dagen waren er maar liefst 82 vluchten. En die hebben bijna 20.000 mensen naar huis kunnen brengen. De situatie is volgens de Jordaanse overheid zo verbeterd dat vanaf morgen zelfs 2 kampen leeg zijn. Maar de tenten blijven staan en oude worden vervangen door nieuwe en betere. Want onzeker is hoeveel vluchtelingen er nog zullen komen. In wezen is die onzekerheid nu het grootste probleem voor Jordanië. En daarom blijft het land vragen om voedsel en medicijnen. Angst voor een staatsgreep was er deze week in de Sovjet-Unie. Volgens nieuwe berichten in de Sovjet-media stonden buiten de Russische hoofdstad militaire konvooien met een lengte van 20 kilometer. Volgens het leger ging het om planmatige oefeningen. Maar de bevolking had zijn twijfels, net als vooraanstaande politici trouwens. President Yeltsin van de Russische Federatie bijvoorbeeld vertrouwde het niet. In het parlement van deze grootste Sovjetrepubliek zei Yeltsin sterk te twijfelen aan de vreedzame bedoelingen van de militairen die naar Moskou optrokken. Hij stuurde volgens de media meteen een commissie naar het militair trainingscentrum in Ryazan. Daar bleken soldaten te zijn aangevoerd met 30 vliegtuigen. Ze droegen kogelvrije vesten en mochten niet met de commissie praten. Volgens de commandant gingen de troepen naar Moskou om te oefenen voor de novemberparade op het Rode Plein. Andere militairen waren naar Ryazan gevlogen om te helpen bij de aardappeloogst. Maar ze zouden geen aardappel hebben gerooid. Vorige week maakten 2 kranten in Moskou al melding van plannen voor een staatsgreep. In het leger zou veel kritiek zijn op Sovjetleider Gorbatsjov. En dat heeft te maken met zijn hervormingen en ontwapeningspolitiek. Het leger zou de economische chaos volgens deze kranten willen aangrijpen om de dictatuur te herstellen. Nelson Mandela keurt de veiligheidsmaatregelen van de Zuid-Afrikaanse regering volstrekt af. Met de operatie IJzeren Vuist wil de regering een antwoord geven op het geweld in de zwarte woonsteden. Het leger en veiligheidstroepen zullen de treinen en perrons gaan bewaken. De reizigers worden gefouilleerd. Bij wegversperringen worden automobilisten gecontroleerd. De barakken van arbeiders en delen van krottenwijken worden met prikkeldraad afgesloten om controles uit te voeren. En politiewagens worden uitgerust met machinegeweren. Nelson Mandela vindt dat de nieuwe maatregelen geen oplossing zijn voor het geweld. To deal effectively with this situation. They have not addressed the issue as it affects blacks. They have addressed the issue as it affects the lives of members of the security forces. Mandela vindt niet alleen de maatregelen verkeerd, maar hij twijfelt ook aan de bedoelingen van de regering. But now that only 2 white policemen have been killed, only 2 as against 700, they have now come out with these measures. If these 2 policemen had not died, I can assure you, the government would not have taken these actions. Met een spectaculaire vliegparade boven het centrum van Londen werd vandaag de 50ste verjaardag herdacht van de Slag om Engeland. De oude Hurricanes en Spitfires leidden het spektakel van bijna 170 RAF-vliegtuigen die over het centrum van Londen en Buckingham Palace vlogen. De Battle of Britain, de luchtslag tussen de RAF en de Luftwaffe, duurde 4 maanden. Maar 15 september 1940 was de dag waarop de RAF Hitler zijn eerste nederlaag van de Tweede Wereldoorlog toebracht. 2 dagen later zou Hitler de invasie van Engeland uitstellen. Kort daarna zag hij er helemaal vanaf. Prins Bernhard en prinses Juliana zagen de parade samen met de leden van de Britse en de Belgische koninklijke familie vanaf het balkon van Buckingham Palace. Prins Bernhard in zijn uniform als buitengewoon luchtmaarschalk van de Britse luchtmacht, de RAF. En dan voetbal, uitslagen van de vanavond gespeelde wedstrijden. MVV Heerenveen 2-0, NEC RKC 0-0, FC Utrecht Roda JC 2-1, FC Twente Sparta 0-1, Fortuna SVV 1-0, Willem II Vitesse 0-0.
En in de eerste divisie Go Ahead Eagles Veendam 2-2, Wageningen Telstar 0-1, De Graafschap VVV 1-1, NAC Den Bosch 3-1, AZ Excelsior 3-0, Emmen RBC 0-1, Haarlem Helmond Sport 1-1, Cambuur Eindhoven 1-1 en Vlissingen Heracles 0-2. En dan de lotto-uitslagen 1, 3, 16, 19, 38, 41 en het reservegetal 32. Het weer tot slot. Morgen is het bewolkt, maar van het noorden uit komen er ook perioden met zon. En dan wordt het zo'n 18 graden. Dit was het 11 uur journaal. Een prettige avond.